you dance. I will make you move to the morning light. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ik ben Lorenzo Bottazzi, ik ben inmiddels 21. Hi, ik ben Sigourney en ik speel Tara in Body Language. En ik ben Ingrid en ik speel Nina in Body Language. Ik ben Floris Bosveld, ik ben 19 jaar en ik ben... Really? Ik ben Brian. Mijn naam is Ruben Saulnier en ik speel Quincy in de film Body Language. Het gaat over 5 dansers die elkaar nog niet kennen. Die in Nederland allemaal hun eigen dingen doen en allemaal hun eigen verhaal hebben. Die vertrekken naar New York om de Battle of Broadway te winnen. Eenmaal op Schiphol aangekomen wordt de subsidie ingetrokken en krijgen ze dus te horen dat er niks verder wordt betaald en dat ze alleen een ticket hebben. En dan zijn er 5 diehards van 5 crews dus. En die vertrekken en die vormen samen een groepje. Dat is gewoon heel spannend, want we kennen elkaar niet en... We hebben allemaal een beetje onze eigen dingetjes. Dus... Ja, ze gaan ook allemaal een beetje hun eigen pad op. Ja, kom je wel in aanmerking met andere conflicten en dingen die niet helemaal... Kortom, heel spannend. Ik ben eigenlijk een slechterik. Ik ben eigenlijk tegen... Hij is zo goed. Deze. Tara is een spontaan, opvallend meisje, danseres. Is een beetje opgegroeid uit een gebroken gezin. En dans is haar enige passie en ze weet dat ze daar echt iets mee moet gaan doen. Quincy is een, ik noem hem Mr. Mucho Macho. Oftewel, hij is heel erg aanwezig. Hij weet wat hij kan, hij weet wat hij wil. Hij is een danser. Hij denkt eigenlijk wel dat hij de beste is van alle jongens die meedoen. Ik ben Samuel in de film. Wat een personage is die een beetje klunzig is rondom iemand waarmee hij een bepaalde relatie krijgt. Op de dansvloer wordt hij altijd helemaal gek. Ik speel Nina in Body Language. En Nina is echt een heel gedreven meisje. Weet absoluut wat ze wilt. En ze is heel perfectionistisch. En ja, dans is haar grote passie. Als ik terug ga zonder te winnen, dan heb ik gefaald. I'm a show rocker, I rock the show. I rock the show, I rock the show. I'm a show rocker. Op een gegeven moment moet het gewoon. Dan voel je het vanzelf. Ik heb zelf altijd al de drang gehad om te bewegen. Echt altijd verslaafd aan springen en dansen en bewegen. En als ik muziek hoor, dan is dat zo intens. Dus ik doe het ook al bijna heel mijn leven. Ik train inmiddels zo'n 13 jaar. Mijn dansstijl is house dancing. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik het liefst doe. Naast hip-hop. En ik combineer dat met een beetje breakdance en capoeira. Laat niemand je zeggen dat je iets niet kan doen of dat je niet goed genoeg bent. Want wij zijn ook heel vaak afgewezen. Ik bedoel, we zijn echt niet 1 auditie gaan doen en gelijk een hoofdrol in een film. Dat heeft echt hard werken, is daarvoor nodig. Je zet je voetje voor en trekt hem terug. En zet je andere voetje voor. Een soort van moe, maar dan op 1 plek. Ja. Je kunt er veel mee doen, je kunt armbewegingen erbij gooien. Altijd beginnen bij de basics. Altijd beginnen bij de basics. Bring your friends, family and people. Dit is de eerste dansfilm van de Lage Landen. Body Language. Check Body Language. 6 oktober in Pathé. Laat je inspireren. Je weet het. Motiveren. Kom. Nee, je ziet.